Goed, het is donderdag 12 november. En dat betekent dat er weer tijd is voor de Dalse kranten. Maar dan de Dalse kranten van 45 jaar geleden. 12 november 1970. En de voorpagina wordt voor een groot deel gevuld met nieuws over de nieuwe school van Oud-Leuzen. Want in de annalen van de christelijke lagere school te Oud-Leuzen zullen twee data uit het jaar 1970 ongetwijfeld met grote letters opgetekend blijven staan. 18 februari. En 11 november. Twee historische data. De eerste datum vanwege de bekende schoolstaking, waardoor Oud-Leuzen plotseling landelijk in het nieuws kwam. De tweede vanwege de opening van een nieuw schoolgebouw. Twee uitersten dus in een tijdbestek van nog geen 9 maanden, maar met een voorgeschiedenis van 17 jaren. Er was er maar eentje die ontbrak bij de opening en dat was de televisie. Wat had zij, na de sombere beelden van de erbarmelijke huisvesting van toen, nu een goed contrast kunnen laten zien? De 65-jarige Hendrik Baanslag was het die de sleutel omdraaide, waarna de genodigden zich naar binnen begaven. En Dominic Kazemier, de voorzitter van het bestuur, legde uit waarom Hendrik Baanslag die opening had verricht. Hij was een der eersten die de 6 klassen doorliep nadat de school op 1 januari 1911 in gebruik was genomen. Bovendien was hij tot 1967 steeds nauw betrokken geweest bij de school. Nou, heel verhaal. Zullen we niet allemaal voorlezen, want het ontbreekt de tijd voor. Maar hier is wel een leuke foto van een kijkje in het speelwerklokaal in de nieuwe school. Met op de achtergrond het podium, tevens hoofdenkamer. Hieronder een foto die in februari tijdens de schoolstaking gemaakt werd. De oude commissie en het hoofd der school, Gedehaan, midden. Met als achtergrond een afgebladderde, verveloze muur. En ook hieronder de tekst. Een foto van de nieuwe school. Een gebouw om trots op te zijn. De bomen op het plein ontkwamen nog op het laatste nippertje aan de bijl, dankzij het ingrijpen van het hoofd der school Gedehaan. Zij zorgen voor een harmonische overgang tussen wiekelaar en school. En hieronder het oude schoolgebouw dat nu voorgoed verlaten is. Helaas zal een der lokalen nu een tijdelijk onderkomen worden voor de kleuters. Dus het is nog niet voorgoed verlaten. De kleuters zullen hier hun laatste dagen als kleuter moeten slijten. En Lange Jan, ook een bekende naam, die is secretaris van de schoolvereniging. Die spreekt hier ook nog wat wijze woorden door de voorzitter, Dominic Kazemier, in de schijnwerpers te plaatsen. Van hetgeen hij doet, zien wij vaak maar heel weinig, maar er gebeurt veel meer dan menigeen denkt. Aldus de woorden van de heer Lange Jan, die met applaus werden onderstreept. En dan is hier nog een apart stukje, ook wel interessant, dat de burgemeester Volges, die was ook op de opening en die vroeg zich af, heeft het resultaat gehad, die schoolstaking? Moeten we dit soort stuntwerk doen om iets te bereiken? Zo vroeg hij zich af. Op het moment van de schoolstaking was de zaak vrijwel rond en na die staking is het geld en de vergunning er. Dus daar heeft men contact opgenomen met de minister en dan schrijft de minister, werd al spoedig met binnen 10 dagen een geruststellende brief ontvangen. U hoeft er niet over te denken dat deze staking ook maar van enige invloed is geweest op het beschikbaar stellen van de financieringsmiddelen voor een nieuwe school. Dat moet je dan geloven, zegt de burgemeester, maar ergens blijft er in je hart toch wel enige twijfel bestaan. En terecht, dachten wij, voegt de redacteur eraan toe. Nou, de rest van de voorpagina die wordt gevuld met een verslag, ook een uitgebreid verslag, van de toneelclub VOO. Er zijn in Dalsen 2 toneelgezelschappen. De toneelvereniging De Schaduw, die in haar ruim 10-jarige bestaan een uitstekende reputatie heeft weten op te bouwen. En daarnaast dan nog wat jongere toneelclub van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs te Dalsen, die ook reeds bewees over goede toneelisten te beschikken. Dat deed zij zeker jongsleden zaterdagavond bij de gelegenheid van de jaarlijkse feest- en toneelavond van de VOO voor een overvolle zaal van Van Kuik. Werd toen voor voetlicht gebracht het blijspel in 3 bedrijven, Zwart Schaap en Witte Lammetjes. Nou, en het is misschien leuk om eventjes door de lijst met deelnemers en te fietsen. Ik zie hier Klaas Ruiters, mevrouw H. Snel Kruiderink, Jan Buscher als Alexander Mortibus, de doorgraver. Boudewijn Bakker, de notaris, die wordt vervuld door H. Krol. Dan hebben we mevrouw Halfman Soer, die Truus speelt. Mevrouw Brekveld Groen, die was Siska. Wim van Emmen, mevrouw E. Rutgers en mevrouw Vredeveld Wesseling.
Dat waren de spelers samen met nog de heer H. Overbos. Een invaller, want Hans de Boer was deze rol toebracht. Maar vanwege een verkeersongeval moest hij laten afweten. Dat is een verkeersongeval waarschijnlijk. Waar Hans nog over vertelde in zijn gesprek. In praten met Delfsen. Nou, dat toneel in die dagen een geliefde bezigheid was, dat zien we ook op de volgende pagina, want daar is de uitvoering van Zanglust. En naast zangopvoering van het blijspel Arbeid Adelt, maar niet altijd, en dat wordt dan opgevoerd door de bekende toneelvereniging OCH te Hulten. En eventjes daaronder zien we al de wekelijkse advertentie van Odeon. En die biedt op komende zaterdag 21 november toneelgroep Theater Het Proces van Franz Kafka. Goed, even kijken wat er in de kleine handel te koop was. Een partij mest en een drachtig varken. Van G.J. Bremmer. Aan de Welsumer Veldweg nummer 1. Weide slepen en dan nog een klein partijtje. Prima Noordeling. Telefoonnummer 488. In Delfsen. Elektrische trein. Drachtige varkens. Dat was toen nog een levende handel. Fotografie. Vergrotingsapparaat, denk ik. Zo goed als nieuwe wandelwagen met voetenzak en een kinderstoel. Consumptieaardappelen bij S-Link. Een wandgaskachel aan Pleijendal. En dan wordt er nog gevraagd, tenslotte een werkster voor 1 à 2 morgens. Of 1 hele dag in de week aan de Pastoriestraat te Delfsen. Dit is ook wel aardig om eventjes te lezen. Een dankbetuiging van Marinus Mars van de Koesteeg. Na mijn ontslag uit het ziekenhuis de Wezenlanden wil ik langs deze weg mijn hartelijke dank betuigen aan allen die mij hebben verrast met hun zeer vele geschenken, in de ruimste zin, en voor de overweldigend veel bezoeken die ik mocht ontvangen. Aan belangstellenden laat ik weten dat ik nu ben opgenomen in het revalidatiecentrum Koninginnelaan 43 in Apeldoorn. Dus dat was een populair mens in die tijd, Marinus. Nou en verder was het toen ook woensdag gehaktdag. En Slagerij Hassing die biedt aan 1 pond gehakt voor 1 gulden 98. Het is natuurlijk de tijd van de centrale verwarming. Hè? Dat was toen hot, zou ik maar zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Dus Verhoeven en Zonen nog immer actief. Maar toen ook al in de centrale verwarming. Wij adviseren en installeren uw installaties in koperen, stalen en elektrisch verzinkte pijp, giet- en plaatijzeren ketels, gas of olie gestookt. De gasunie is ook aanwezig op deze pagina. En die heeft nodig voor haar compressorstation te ommen een LTS'er. Vanuit de richting elektro. Oud-Leuzen die heeft nog meer te vieren de komende tijd, want komende zaterdagavond 14 november, dan is er na 7:30 in de Wiekelaar schieten en joelen. Georganiseerd door de supermarkt Mansier. En dan is hier wel een interessante, bijna een prijsvraag. Wat zijn de verschillen tussen? Nou. Het is een soort zoekplaatje. En als je goed oplet, dan zie je natuurlijk al een paar verschillen. Namelijk, hier zit een nummerplaat wat leger. En de hele slimmerik die ziet dat hier gaten in de velg zit. En hier niet. En waarom dat allemaal is, ja, dat wordt ons hier uitgelegd door Gerrit Tielbeke. Want, wat is het verschil tussen deze Renault 6 en deze Renault 6? Er is eigenlijk maar één verschil en dat is de motor. De linker heeft een motor van 1100 cc, ja ja. Terwijl de rechter Renault 6 een motor heeft van 850 cc. En daardoor zijn er ook een paar verschillen. De snelheid namelijk, de top van de linker Renault 6 ligt op 135 km en die van de rechter Renault 6 op 120. Door dit verschil in snelheid zijn er twee uiterlijke verschillen ontstaan. Namelijk, de grill in de velg. Bij de Renault 6 met de 1100 cc motor is het nummerbord iets gezakt. Niet om hem zomaar een ander uiterlijk te geven, maar omdat de zwaardere motor meer koeling nodig heeft. Kijk. En de velgen van de wielen hebben luchtgaten. De hogere snelheid maakt de schijfremmen op de voorwielen noodzakelijk, die gekoeld moeten worden door de gaten in de velgen. Nou, dat is natuurlijk voor de techneuten onder ons allemaal gesneden koek. Maar wellicht bent er ook nog mensen die daardoor verrast bent. Verder is te vermelden dat de prijs, de linker TL 1100, die kost 6773 gulden. Dus voor de jongeren onder ons, dat is 3000 euro. En de rechter Renault 6, die kost
300 gulden minder, namelijk 6400 gulden. De Renault 6L, iedermaals de Renault 6TL, maar met voorbank in plaats van losse stoelen, ja, die kost dan ook iets minder. 6258. Maar die prijs is dan wel inclusief autogordels, jawel, en BTW. En natuurlijk, zoals gebruikelijk, elke Renault krijgt reeds op de fabriek een Tactiv ML bescherming tegen roest. En ik begreep heel goed dat het destijds door de Renault garage erbij verteld ben. Nou, wat leuk in Hoornhorst is ook iets bijzonders, namelijk een grote kapshow. En dat is wat een kapshow is. Maandag 16 november aanstaande wordt in zaal Kappers. Aha. Te Hoornhorst een grote kapshow houden met als onderwerp pruiken en haarstukjes. Kijk, dames, laat uw man nu ook eens meekomen. Dan kan die ook eens zien hoe de kapster met uw haar omgaat en het bewerkt. Deze avond zal worden verzorgd door Mini Salon Hoornhorst. Komt allen aanvang 8 uur en Mini Veldmaat is de grote vrouw achter deze happening. Nou, eens eventjes kijken of hier nog wat andere bijzonderheden bent. Ja, in 1970 was er ook al Albert Heijn in Dalfsen. Dat weet bijna niemand, maar wat is er aan de hand? In ons productiebedrijf Vleeswaren en Conserveren te Weijen hebben wij plaats voor mannelijk en vrouwelijk personeel in de volgende afdelingen. Vers vleesbewerking, worstbereiding en verpakking. Wij bieden een gunstige arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenvoorziening, voordelige vleesverstrekking, 5 maal per jaar en levensmiddelenpakket. En op vrijdag 6 november aanstaande, oh ja, dat was vorige week al, van 7 tot 8:30 is onze personeelschef, de heer Haardegroot, aanwezig in Hotel van Kuik, Prinsenstraat 2, om u alle gewenste inlichtingen te geven. Dus vanuit Weijen kwamen ze helemaal naar Dalfsen om hier personeel te ronselen. Plaatselijk belanghoudleuzen heeft ook vergaderd en doorblijkt dat het bestuur blijft ijveren voor een aardgasaansluiting. Een belangrijk punt was aansluiting op het gasnet. Vele gesprekken zijn hierover gevoerd met het gemeentebestuur van Dalfsen en de GAZO te Zwolle, die echter nog niet tot resultaten hebben geleid. Er is van de zijde der GAZO een onderzoek ingesteld dat echter negatief is uitgevallen, want de aansluiting bleek niet rendabel te zijn. De investeringskosten lagen ruim 600 gulden boven de investeringsnormen, 1300 gulden per perceel. Omdat het gaat om zo'n 60 aansluitbare percelen, bedroeg het onrendabele deel in de investeringskosten bijna 40.000 gulden. De GAZO bleek alleen bereid tot aansluiting indien de gemeente dit onrendabele gedeelte wenste te dragen en dat wilde de gemeente niet. En verder is het kruispunt Driessen natuurlijk weer, of de verlichting aan de orde, en dan staat daar een mooie oplossing. Het kruispunt Driessen krijgt een geheel nieuwe verlichting, dat zagen we vorige week al, circa 30 masten. En dit zal één deze dagen zijn beslag krijgen. Zodra mogelijk gaan dan de oude lichtpunten naar de oude leuzen. En deze zullen dan in de loop van 1971 worden vervangen door een permanente verlichting, gelijktijdig met de parallelstraat. Op deze parallelstraat ontbreken ook nog de witte strepen waarop geattendeerd zal worden. En die witte strepen die staan er nog steeds niet. Nou, er was kennelijk ruimte over in de krant, want er is een puzzeltje geplaatst. En dan is hier een heel bijzonder artikel. Het is eigenlijk geen krantenartikel, maar het is een gedicht. En niet zomaar een gedicht. Het is een enorm gedicht. Dus ik zal de krant hier eventjes rustig laten staan. Zodat je dat eens even rustig kunt nalezen. Met mijn hem stille zetten. Maar het gaat over 1 eeuw Schuttenheid. Dus Gij Schutten, die is honderden. Dat zagen we vorige week al. En hier is ene meneer of mevrouw H.A. Ik weet niet wie het is. Misschien kan iemand TV Dalfsen tippen, wie die geweldige dichter is. Maar het is een enorm verhaal over het leven van Gijt Schutte uit Ankum. Dus zet de film maar even stil, dan kun je het rustig lezen als je de belangstelling voor hebt. Ondertussen zal ik hem dan het tweede deel van het gedicht eventjes stilzetten. Goed, heel mooi. Even kijken wie er afgelopen week 45 gewend bent. Dat is Sylvia, dochter van H.H.J. Maats en A. Slot aan de Essingstraat. Ingrid Marian, dat is een dochter van K. Donker en K. Heugelman, Essingstraat 6. En Martijn Teunis, dat is een zoon van W. Westra en G. van Keulen.
En die wonen aan de Irenestraat nummer 4. Geboren 4 tot en met 11 november 1970. Nou, dan is hier een heel bijzonder verhaal. Daar zullen we ook eens eventjes bij stilstaan. Want er is namelijk een schip vergaan. Niet op de Vecht, maar bij Schotland. En het verhaal begint als volgt. De herfststormen hebben de laatste weken weer meerdere schepen in moeilijkheden gebracht of zelfs doen zinken. Met in sommige gevallen tragische gevolgen in de vorm van zeemansgraven. Een schip dat in zo'n herfststorm ten onder ging was de Hereford Express van de rederij Vroon te Breskens. Het schip verging op donderdag 28 oktober. De bemanning kon worden gered, maar de lading 260 koeien ging verloren. Voor wie de ondergang van de Hereford Express altijd zal bijblijven is onze plaatsgenoot Henk Stokvis uit de Koestraat. Hij was eerste machinist op deze vrachtboot. Tegen 1 uur in de nacht van woensdag op donderdag kwam het schip bij windkracht 6 in moeilijkheden en kwam op de rotsen langs de Schotse kust terecht. Een Duitse container kwam hulp bieden, trok de Hereford Express van de rotsen en zou het schip op sleep nemen ergens een haven binnenloodsen. Tot 5 maal toe brak echter de tros, waarna de strijd moest worden opgegeven. In de loop van de donderdagmorgen kwam een sleepboot hulp bieden, maar die hulp kwam toen voor schip en lading te laat. Het schip was inmiddels weer op de rotsen beland, een lek geslagen en was niet meer te redden. De bemanningsleden stapten met achterlating van al hun bezittingen over op de sleepboot en werden aan veilige wal gebracht. Het schip en de 260 koeien werden een prooi van de kolkende zee. En over 14 dagen hoopt onze machinist Stokvis weer uit te kunnen varen. Al dus verslag van overver. Nou, dan is hier nog een rubriekje plaatselijk nieuws. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Ik dacht dat alles plaatselijk nieuws was, maar dit is nou weer iets bijzonders. Een nieuwe rijwielzaak. Want in de raadsvergadering komt aan de orde het voorstel verkoop grond aan de heer WGA Knobben te Dalmsholte. De heer Knobben wil op dit perceel tussen Meesters en Vista een rijwielzaak met reparatieinrichting vestigen. Het gaat hier om een perceel grond ter grootte van 365 vierkante meter tegen een vierkante meterprijs van 27,50 gulden. In zaal Rijmingen, Limbleveld, daar wordt op zaterdag 28 november een grote talentenjacht gehouden. Aanwezig zal zijn de heer Ruud Jacobs, jawel. Van de grammofoonplaatsenmaatschappij CBS Groepen. Groepen. Duo's, trio's. Of ieder die denkt over showbiz talenten te beschikken, kunnen zich laten inschrijven. Dus, talent. Ik weet niet of er ook wat gevonden is, maar dat zullen we dan terzijde tijd wel zien. In Limbleveld is ook nog het volgende aan de hand. Woensdagmiddag is het geheel vernieuwde en vergrote winkelpand van de firma Durink op het Heidepark te Limbleveld heropend door de jongste zoon van de heer Dijter, die mede-eigenaar van de zaak is, werd de toegangsdeur tot de winkel ontsloten. In de categorie Ik zou graag weten, daar verdiept de redactie zich weer in een moeilijke vraag, namelijk hoe krijg ik balpen inkt uit corduroy? En het antwoord is, probeert u het met alcohol of blanke spiritus. Het is een geduldwerkje, want het gaat er moeilijk uit. Als het eenmaal ingedroogd is, direct na het ontstaan van een balpen inktvlek er droog waspoeder op strooien en met een natte doek stevig uitwrijven, dan is het wel goed te verwijderen. Nou, dat is toch prettig dat we zo'n deskundige redactie hebben die op elke vraag een antwoord weet. Honos heeft ook feest, want 17 woningen aan de Koelmanstraat in Honos zullen zo spoedig mogelijk op de bestaande riolering worden aangesloten. Nou, Honos heeft ook riolering. Geweldig. En zo is er allemaal nieuws wat toen actueel was. Ja, en niet altijd even plezierig nieuws, want kijk. Een pijnlijk ongeval overkwam onze plaatsgenoot de heer Veldmaat Az, werkzaam op een meelbedrijf in Heino. Bij het lossen van veevoer bij een landbouwer nabij de Limbleberg wilde hij op zekere moment van de wagen springen en daarbij bleef hij met de ringvinger achter een beugel haken. Hij was op dat moment alleen omdat zijn collega binnen de boerderij was. Hij bleef zo een moment hangen tot de vinger letterlijk werd afgerukt en hij op de grond viel. Dus dan de vinger en de rest van het lichaam, denk ik, viel op de grond. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, doch kon na behandeling weer naar huis terugkeren. Dat dan weer wel. Nou. Eens even kijken. Hier zijn we weer op de sportpagina. En daar gaan we dan ook meteen mee afsluiten deze week van de Dalfster kranten. Even kijken wie er deze week opgesteld wordt voor Dalfsen 3. SVD 3 in de voetbal tegen USV 4. Dat is aanhaal om 12 uur. B. Bovenaf, G. Dekker, H. Bos, B. Klumper, T. Schoorlemmer, B. J. Sterken, J. Bijleveld, H. Lindeboom, H. van de Vecht,
H. Verhoeven, Fr. Lenfrink. En de wisselspelers zijn F. Maats, H. Rintjes, G. De Graaf en J. Arendel. En tot slot is hier leuk nieuws, want C. Vreeswijk is winnaar van de samengestelde wedstrijden. De heer C. Vreeswijk van de rijvereniging De Bergruiters uit Hoornhorst is winnaar geworden van de samengestelde wedstrijden die de plaatselijke rijvereniging De Vechtruiters zaterdag jongsleden organiseert op het landgoed Rechteren. Voor deze wedstrijden dressuur, springen en cross bestond een grote deelname. Ruim 80 ruiters gaven hun paarden de sporen op het concoursterrein en door de prachtige bossen waarin de parcours voor de cross was uitgezet. C. Vreeswijk had deze middag overigens wel concurrentie, want hij werd op de voet gevolgd met slechts 3/4 punt verschil door H. van Ankem van de Vechtruiters. De derde plaats was voor de reservekampioen van Overijssel, M. Toering uit Kampen, met 307 3/4 punt. En er is nog een hele mooie foto van beschikbaar. De krant had weinig foto's in die tijd, maar hier is toch J. Nijenhuis van de rijvereniging De Bergruiters uit Hoornhorst tijdens de cross in volle actie gefotografeerd. Maar ik heb het idee dat hier sprake is van een vervelende weigering, waardoor de fotograaf gelegenheid had om snel even een plaatje te maken. Goed, we sluiten deze week weer af. Allemaal tot ziens, tot de volgende week.